Yo, what up gasten! Het is 15 juni en het schreeuwt om een speciale Banjo movie. Want ik ben vandaag jarig! En zeg nou zelf, we weten allemaal hoe ongelooflijk, super, mega ongelooflijk kut verjaardagen zijn. Verjaardagen zijn altijd gênant. Dus zij lachte zo en ik spuit daar vol in haar bakken. En weet je waar ik toen achter kwam? Het was gewoon je moeder. Eventjes hè, je weet dat jij mijn broer bent? Ja, dat weet ik. Dat betekent dus dat jij je moeder hebt geneukt. High five, heb ik gewoon twee mensen geoond. Misschien is dat geen goed voorbeeld, maar we zijn er blijven in Nederland. En ja, iedereen hier is gewoon gierig. Mama had mij wat geld gegeven om voor jou verjaardagscadeautjes te halen. Alleen papa is slim geweest en heeft geïnvesteerd in bier. Wat? Dat is veel beter voor het feest, geloof mij. Maar niet getreurd. Papa heeft voor jou een Happy Meal gekocht. Serieus? Ja, alleen de Happy Meal is wel op en het cadeaupapier is op, dus ik heb het autootje voor je. En iedereen kent het wel, op verjaardagen zeg je ouders altijd dat je het niet goed doet. Bardo, we zeggen eens even hallo tegen je oom. Hey. Hallo, wie? Hey, Billy. Bijna. Hey, oom Billy. Vergeten wij niet iets? Bedankt voor alle cadeautjes die ik heb gekregen. Ze waren echt vet. En dan... Wat vergeet ik dan? Oh nee, grapje. En je kent het vast ook wel. Het ergste van het ergste. Gewoon je moeder die sentimenteel wordt. Oké, dus de volgende scène is met een moeder. Dan moet ik met een pruik op mijn hoofd en wijf nou doen. Nou, hier doe ik dus niet aan mee. Hè. Voor duidelijkheid, ik doe dit niet. Ik bedoel, zo ziet mijn verjaardag eruit. Bier, geen cadeaus, een sentimentele moeder. Een broer met kutgrappen. En dan komt de familie langs en iedereen kent het wel, je oom. De grappigste oom die er is met zijn kutgrappen. Oké. Hey, hoe is het met mijn kleine of eerder gezegd grote McDonald's ambassadeur? Ja, goed en... Ja, ook wel. Oké, ik heb hier iets voor je. Wacht even hoor. Hier! Hey, je dochter is erin getrapt. Sorry. Wat zei je over Bardo? Oh, nee. Ik vertelde MC Donald net even een paar leuke grappen. Thanks, pap. Geen probleem. En volgend jaar maak ik er een beter feestje van. En weet dat ik trots op je ben. Maar nou, Robert, papa gaat nog een paar kratjes leeg drinken. Oké, misschien zijn verjaardagen nog niet zo slecht. Of nou ja, misschien zijn verjaardagen wel slecht. Maar zijn verjaardagen gewoon meer een slechte smoes om met de familie één keer samen te komen. Hetgeen wat ik duidelijk wil maken met deze video is eigenlijk hoe kut dingen ook gaan. Je familie is er altijd voor je. En zelfs als je het niet verwacht, nemen mensen het nog voor je op zonder dat je het door hebt. Ik denk dat dat gewoon hoort bij families. Eigenlijk zou ik jullie mee willen geven dat je moet genieten van je familie in elk moment dat je met z'n allen samen bent. En hoe kut hun grappen ook zijn, hoe kut sommige opmerkingen ook zijn, ze willen je altijd helpen. De reden waarom ik één keer een boodschap in mijn video heb, is omdat anderhalf jaar geleden heeft mijn oom zelfmoord gepleegd. En op elke verjaardag mis ik hem wel. Ze lacht gewoon hoe hij aanwezig was op elk feest. En... voor één keer wil ik een boodschap doen en dat is gewoon aan jullie. Geniet van je familie, echt. Denk aan alle momenten, blijf met z'n allen één keer samen. Voor je het weet is het gewoon over. Klinkt heel raar om zo te zeggen, het is zomaar over, maar... op dagen als vandaag denk ik eraan en dan denk ik in één keer aan mijn oom die zelfmoord heeft gepleegd. Maar onthoud wel hè, soms is het jammer, maar sommige mensen uit je familie zullen nooit veranderen. Ik ben nog altijd je moeder. Panjo! Sokken, 3D. Nee. Yo, what up gasten! Ik hoop dat jij genoten hebt van deze spik-splinter nieuwe Banjo movie. Op het moment van spreken ben ik dus jarig, ik ben net 19 geworden. Als je mij een cadeautje wil geven, kan dat. Geef dan een groen duimpje of voeg deze video toe aan je favorieten. Als jij wil weten wanneer ik weer jarig ben, klik dan op abonneren en dan krijg je volgend jaar weer een video. Dat is logisch, ik ben één keer per jaar jarig. Maar even serieus, abonneer op mijn kanaal hierboven, doe dat vooral. Dan krijg je updates als ik een nieuwe video heb. De video's aan de rechterkant zijn klikbaar. Ik heb erop geproefd om weg te draaien met mijn hoofd. Helemaal bovenaan staan 50 smoesjes tegen je ontslag. Daaronder staat daten met sterren. Zeker even checken, heel weinig mensen hebben die gezien. En helemaal onderaan vind je mijn tweede kanaal waar ik een video zal posten over mijn cadeautjes die ik heb ontvangen vandaag op mijn verjaardag. Ook wil ik iedereen bedanken die mij via Twitter en huis, linkje in de beschrijving, heeft gefeliciteerd. En ik wil iedereen bedanken voor het delen van deze video en het abonneren op mij. En gasten, ik check jullie later.